We willen samen uit de Bijbel gaan lezen. Ik heb een paar gedeelten gekozen rondom dat thema vuur. En het eerste gedeelte, eigenlijk de eerste twee gedeelten, zijn gekozen uit Exodus. En we lezen eerst Exodus 3, vanaf vers 1 tot 6. En dan geef ik zo wel aan wat we verder lezen, want het zijn het vier Bijbelboeken. Korte stukjes, allereerst Exodus 3. En dan lezen we het volgende. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier, niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Lezen we verder in Exodus 24, vanaf vers 15, een paar versen, over het volk bij de Sinaï. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolken de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op en Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Lezen we verder in het Bijbelboek Leviticus, Leviticus 9. Vanaf vers 22 tot en met 24. En dan lezen we opnieuw over het vuur, wat neerdaalt. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van de ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Lezen we verder. Een paar hele bekende woorden uit het Bijbelboek Handelingen 2. De uitstorting van de geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En als laatste lezen we een stukje uit 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 17. Waar de apostel zegt, laten we vanaf vers 16 lezen, dat is ook mooi. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Tot zover deze gedeelte uit het woord van God. Ik heb maar een paar korte stukjes gelezen om zo te laten zien vanuit het Oude Testament dat dat thema van vuur op verschillende plaatsen terugkomt. Bij de braambos, op de Sinaï, bij de inwijding van de tabernakel, bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En ook dat beeld in 1 Thessalonicenzen 5 raakt aan ons thema van vuur.
plus de Heilige Geest niet uit. Daar willen we samen over nadenken. Broeders en zusters, in het Oude Testament zien we dat de aanwezigheid van God vaak gepaard gaat met vuur. We lazen dat in Exodus 3 en 24 bij de brandende braambos, bekende geschiedenis, waar God verschijnt in vuur. En ook in Exodus 24 als God verschijnt op de Sinaï. Dan daalt hij neer als in vuur. We zien het vuur van God uitgaan bij de inwijding van de tabernakel en de tempel. En ook, dat is ook een bekende geschiedenis, op de Karmel, waar God het vuur aansteekt, het offer aansteekt van Elia. Als het vuur neerdaalt van de hemel en dat vuur ook dat offer aansteekt en verbrandt. We lezen dat in 1 Koningen 18. God openbaart zich vaak in vuur. Hebreeën 12. Vers 29, daar staat, onze God is een verterend vuur. Waar hij verschijnt, moet het kwaad verdwijnen. En kan alleen wat goed en wat heilig is, bestaan. Nou, ook op de Pinksterdag, wat hebben we gehoord? Zien we bij de uitstorting van de Heilige Geest tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen. Een vuur dat zich verdeelt. Dus vanuit het ene vuur van Gods aanwezigheid verdelen dat verdeelt dat vuur zich op de hoofden van de discipelen. Zodat God die is tegelijk aanwezig is in de harten van al die discipelen en die volgelingen van de Heer Jezus Christus. Dus een teken van Gods aanwezigheid in alle die in hem geloven en de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En dat geldt voor een ieder die zich bekeert. Die ontvangt vergeving van zonde, redding en hoop door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en ook de gave van de Heilige Geest. Dat vuur is een teken van Gods aanwezigheid. Het is ook een teken van Gods heiligheid. God geeft de Heilige Geest niet alleen om aanwezig te zijn, maar hij vernieuwt ook de Heilige Geest. Gegeven om ons mensen te vernieuwen. En dat raakt aan een ander heel belangrijk thema in de Bijbel. Daar horen we niet zo vaak van. En dat is het thema loutering. En dat beeld wordt ook elders in de Bijbel gebruikt. Bijvoorbeeld door Petrus. Zoals goud gelouterd wordt, gereinigd in het vuur, zodat uiteindelijk zuiver goud overblijft. Zo loutert God ook zijn kinderen. En bij dat louteren is ook het vuur betrokken. En achter dat louteren, die loutering, daar zit de liefde van God achter. En dat is heilige liefde. Heilige liefde van God die verwarmt en die ook vernieuwt. En dat laatste is de wil van God over ons leven. Want God wil niet alleen ons kwaad dat wij begaan en gedaan hebben vergeven. Maar hij wil ons ook verlossen van het kwaad. Hij wil ons daarvan vrijmaken. Hij wil ons louteren, reinigen en maken tot nieuwe mensen zoals hij had bedoeld. Mensen geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Nou, dat raakt aan het werk van de Heilige Geest die in ons aanwezig is als een vuur. En ik kwam in de voorbereiding een uitspraak tegen van Gregorius de Grote. En die zegt, het reinigende en heiligende werk van de Heilige Geest is als het vuur van de smelter. En zo wil God al het kwaad verteren. Zoals vuur verteert, zo wil God het kwaad in onze weg doen. En de Heer Jezus zichtbaar maken in ons. Nou, dat is een werk van God. Enerzijds, een genadig werk van God dat hij aan ons doet. Maar anderzijds maakt het Nieuwe Testament ons ervan bewust dat de Geest in ons woont en dat dat ook iets voor ons persoonlijk leven betekent. De apostel zegt in Galaten 5, als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Het besef dat de Heilige Geest in onze harten woont, dringt ons om ons leven te richten op de Heer Jezus Christus. Dat is enerzijds wat de Heilige Geest doet
En dat is anderzijds waar we ook toe opgeroepen worden. Denk aan Colossenzen 3, waar de apostel zegt, als je dan met Christus bent opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan de rechterhand van God. En dus daar dringt de Heilige Geest ons toe. En anderzijds is het ook een oproep. Paulus zegt elders in Romeinen 12, wees vurig van geest. Dan zie je ook weer het vuur, het beeld van vuur en de geest. Wees vurig van geest. Andere vertalingen die vertalen, laat u aanvuren door de geest. De geest is het die je leidt. De geest is het die je loutert. Soms door dingen die gebeuren in je leven. Door de weg die hij met je gaat. En juist in de stilte merk je het soms zomaar op. Zie je ineens wat de Heilige Geest aan het doen is in je leven. En dat hij misschien door bepaalde wegen in je leven je hoogmoed afbreekt. Je ikgerichtheid. En je meer richt op de Heer Jezus Christus. Om al je kracht en je hoop van hem te verwachten. En je wijsheid. De Geest die werkt door in je leven. Nou, wat daar tegen ingaat door een zondige levenswandel, blust de Heilige Geest uit. Dat is het tegenovergestelde. Paulus zegt in Romeinen 12, laat je aanvuren door de Heilige Geest. En in 1 Thessalonicenzen 5 lees je de andere kant, blust de Geest niet uit. We hebben dat gelezen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Dat kan dus blijkbaar. We kunnen dus blijkbaar op een bepaalde manier van leven de Heilige Geest uitblussen. En ik wil drie manieren noemen waarop dat zomaar kan gebeuren in ons leven. 1. Je kunt de Heilige Geest uitblussen door te volharden in de zonde. Nou, de macht van de zonde is in ons. Dat zal niemand van ons ontkennen. Al zijn we 30, al zijn we 50 jaar op de weg achter de Heer Jezus Christus aan. Enerzijds mag je hem steeds beter leren kennen, anderzijds leer je ook jezelf kennen. Zelfkennis. Die macht van de zonde die in ons woont. Daar hoeven we elkaar niet te vertellen. Maar de vraag is wel, hoe ga je daar nu mee om? De macht van de zonde, of zoals Paulus dat noemt in Galaten 5 of in de Romeinen 8, het vlees. Dat ikgerichte, oude, zondige in ons. Hoe ga je er nu mee om? En het is bijzonder om in de Bijbel te lezen dat we met onze zondige neiging niet hoeven weg te vluchten bij God vandaan. Integendeel, je mag juist met je zwakheid, met je schaamte, ook met wie je bent, los van God, dat je ontdekt die macht van de zonde in je, mag je naar God toe gaan. Mag je dat belijden, mag je dat aan hem voorleggen. Je leven openleggen, je hart openleggen, tot in de duistere uithoeken van je hart. En we mogen dat brengen aan de voet van het kruis. En belijden voor God, die, bedenk dat, in ons aanwezig is. Zo dichtbij is hij. Daarom weet hij ook al lang wie we zijn. Hij kent ons beter dan wij zelf. En zo kunnen we onze zonde belijden, ook onze angst bijvoorbeeld. Dat is iets wat we wellicht niet zo snel als zonde zullen betitelen. Maar als wij onze angst groter laten zijn dan God in ons leven, dan is dat alsof de angst God is. En dan laten we ons door angst regeren. En het is bijzonder om te zien in de psalmen dat de psalmdichter ook vaak angst ervaart. En benauwdheid, zich beklemd voelt, in het nauw gebracht. Maar hij stelt zijn hoop altijd op God en daar verwacht hij het ook van. En vanuit het geloof weet hij dat God groter is dan de angst en alles wat benauwt. En dan is er altijd die vergevende liefde van God waarin we ons ook veilig mogen weten. De zonde die we belijden mogen brengen bij hem, die wil God vergeven. Maar als er nou bepaalde zonden in ons leven, en dat kan zomaar gebeuren, gaan koesteren, door de strijd op te geven. En dat we misschien wel zeggen, ja, we blijven maar arme zondaren. En onder de hand
de zonde gaan koesteren en aan de hand houden, worden die zonden als bluswater. Blus de geest niet uit, zegt de apostel. En zonden die we aan de hand houden, niet belijden voor God en overgeven aan hem, die worden het bluswater waardoor de Heilige Geest wordt uitgeblust. En dan is er geen kracht meer in je leven. Dan wordt het koud en dan wordt het kil in je leven. Tweede manier waarop je de geest van God kunt blussen, uitgeblust wordt, is door niet te danken en te bidden. Het is heel bijzonder dat voordat de apostel zegt in 1 Thessalonicense 5, blus de geest niet uit, schrijft hij heel kort over het gebedsleven. Maar tegelijk heel krachtig. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Bidden en danken zonder ophouden betekent ook bewust in Gods aanwezigheid zijn. Echt bidden kun je alleen doen in de Heilige Geest. Zoals Paulus zegt in Efeze 6, vers 18 en ook in de Judasbrief, kort briefje voor Openbaringen, komt er terug, wordt gesproken over bidden in de Geest. Bidden en danken betekent bewust in Gods aanwezigheid zijn. Soms met woorden. Als we concrete smeekbeden hebben of voorbeden doen voor anderen. Maar ook als we gewoon stil zijn. Luisterend. Gewoon te zijn in Gods aanwezigheid. Zoals je kunt zijn bij iemand, bij een geliefde. En er zijn tijden dat je heel veel kunt vertellen tegen elkaar en vragen. Maar er zijn ook momenten dat je stil bij elkaar bent en dan is het goed. Tot de ander weer wat zegt. Om zo in de stilte bij God te zijn. Luisterend, wetend, hij is er. Nou, wie nou weinig bidt, en dat is de praktijk, die zal ook godloos leven. Wat korter de bocht, maar wat ik bedoel te zeggen is, wie nou weinig bidt, geen biddend leven kent, zal ook in de gang van het dagelijkse leven maar weinig van Gods aanwezigheid ervaren. Maar wie dagelijks bidt en mediteert, oefent zich in het leven in Gods aanwezigheid door de Heilige Geest. En dan wordt Gods aanwezigheid ook veel vanzelfsprekender in je dagelijkse bezigheden. In je werk, in je zorgen, in je eenzaamheid. Omdat je God ontmoet in die stille momenten, in het diepe besef dat Hij aanwezig is. Wordt het als een vanzelfsheid dat God er aanwezig is, ook nu met dat ik hier sta. Daar mag je je in oefenen. En ik citeer een andere kerkvader, Johannes Cassianus, die zegt, de menselijke geest wordt tijdens het gebed aangestoken met het vuur van de geest. Je hebt dat niet altijd in de gaten. Er kunnen momenten zijn dat je bidt en je stille momenten met God, dat er heel weinig gebeurt. Andere moment kun je geraakt worden of dat God je ergens op wijst. En dan blijft het weer stil. Maar hoe het ook gaat, je mag vertrouwen dat God werkt in je denken, in je hart. Hij is de aanwezige. De menselijke geest wordt tijdens het gebed aangestoken met het vuur van de geest. Nou, wie aangestoken is door het vuur van de geest, verlangt steeds meer naar God. Omdat je ontdekt, hij is de ware bron van duurzame vrede, van duurzame vreugde. Maar je kunt het verlangen ook smoren door niet te bidden. En de stille omgang met God niet te zoeken. Dan wordt het ook koud en kil in je leven. Kun je uiterlijk nog misschien naar de kerk gaan, dat kunnen we nu niet, of je beplicht te doen. Maar innerlijk wordt het koud en kil. Omdat er geen omgang is met God. En die raakt direct ook aan het derde punt wat ik wil noemen, hoe de geest uitgeblust wordt. Je kunt de geest van God uitblussen door de profetieën te verachten. Dat is direct eraan verbonden. Veracht de profetieën niet, zegt de apostel.
En je veracht de profetieën als je niet openstaat voor de leiding van de Heilige Geest. De Geest die je persoonlijk wil leiden en wil spreken door het woord. Door zomaar je ogen te openen voor de situatie waar je in bevindt of waar een ander zich in bevindt. Of voor de gemeente. Goede woorden, goede inzichten die opbouwen, die het geloof versterken. Die licht werpen op een situatie van jezelf of van anderen. Nou, wie nou de profetieën veracht of heel de gave van profetie veracht, het maar laat liggen, dan is de kans heel groot dat het stil blijft en dat je eigen gedachten, dat kan bijna niet anders ook, de boventoon gaan voeren. En dan leef je vanuit menselijke wijsheid in plaats van de wijsheid vanuit het woord en hoe de Heilige Geest je daarin wil leiden. Nou, dit is negatief. Door volharden in bepaalde zonden of niet te bidden, op te houden met bidden in plaats van te bidden zonder ophouden. En door de profetieën te verachten, wordt de Heilige Geest uitgeblust. Maar andersom is het ook waar. En dat spoort ons aan om ons aan te laten vuren door de Heilige Geest. Door zonden niet te koesteren, maar je leven helemaal open te leggen voor God. Ik vind het zo prachtig dat in Psalm 32 staat: ik bekende aan de U, o Heer, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad. Vindt u dat niet bevrijdend? Dat de psalmdichter mij uitnodigt om niets meer te verbergen voor God. Psalm 51 zegt: U hebt behagen in waarheid in het binnenste. Dat betekent dat je voor God helemaal open legt wie je bent. En dat je zonde niet koestert, maar je ze open in het licht brengt bij God. Ook die demon van het zondige ik, die je zo vaak dwars zit, die je zo vaak naar beneden trekt, die je zo vaak van God aftrekt. De demon van het ik, die erger is dan welke demon dan ook. En waar je mee kunt strijden, om die iedere keer weer open te leggen voor God. En te beseffen, alleen het vuur van Gods liefde, Gods heilige liefde, loutert, reinigt, vernieuwt mij. Voor het tweede punt geldt het ook dat het andersom waar is. Als je gebedsleven dor is, dan blus je de geest uit. Maar de andere kant is ook waar. Wie bidt zonder ophouden. Wie bidt en dankt. Wie vaak en lang stil is voor het aangezicht van God, bewust van zijn aanwezigheid. Zoals Jezus zegt, ga in je binnenkamer, sluit de deur achter je toe en uw Vader die in het verborgene is. Weet je dat niet? Geweldige tekst. Een van de mooiste teksten over het gebedsleven. En voordat je je hart of je mond opent, weet de hemelse Vader al wat je nodig hebt. Hoe? Door de Heilige Geest, zijn geest die in ons woont. En door het biddend leven te leiden, bewust van zijn aanwezigheid, mag je oefenen in de omgang met God. En zo groeit en zo gloeit de liefde van God in je leven. Zo hou je het ook uit in dit leven. En het derde is ook waar. Als je de profetieën veracht, blus je de geest uit. Maar als je profetieën verwacht, dat God als de sprekende aanwezig is om ons wankele, zwakke geloof te versterken. En onze zwakheid in hoe met allerlei zaken en situaties om te gaan in ons leven of voor anderen, dat hij ons daarin wil helpen door de Heilige Geest. Wie daarvoor open staat, ja, die zal ontdekken dat God spreekt door zijn woord. In je hart, in je gedachten. Een goed woord dat bouwt, dat sterkt. Dat je op de juiste weg houdt, op de juiste weg leidt. De Geest geeft ons woorden vanuit de Schrift. Inzichten en beelden die opbouwen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Ik dacht aan een oude Oosterse kerkvader, Efraïm de Syriër, die schreef: het vuur van de Geest ontdooit bevroren harten, verbreekt de ijzige band van de zonde en brengt alle dingen tot rijping
en brengt de lente in de kerk. Dat is een prachtige uitspraak. Dat is natuurlijk allemaal met Pasen te maken. En Pinkster is de voltooiing van Pasen. En brengt de lente van Pasen, waarin alles opstaat en tot nieuw leven komt, door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Brengt de Heilige Geest in je leven en de kerk binnen. Dat is het vuur van de Heilige Geest. En dat vuur van de Geest, dat brandt eeuwig. Daarom moest in de tempel ook altijd de lamp branden. En die lamp, die brandt ook in ons leven. Van iedere christen, van ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. Zo was Hij aanwezig met de heilige liefde van God. Die ons troost en leidt, verwarmt en vernieuwt. Dat is onbegrijpelijk. En toch is het waar. Het is zo waar. En wie daarbij leeft, ontdekt het keer op keer. Hoe de Geest sprekend en troostend aanwezig is, omdat Hij het beloofd heeft. En Hij ons tot nieuwe mensen wil maken. Mensen geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Dat er iets in u, in jou, zichtbaar wordt. Dat hoef je zelf niet te zien, als anderen het maar zien. Maar iets van dat beeld, van de liefde, van het op God gericht zijn van de Heer Jezus Christus. En mag dat het antwoord zijn? Dat is het beste antwoord dat we kunnen geven. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Want Hij is de bron en de gever van al deze rijkdom. En zie op Hem en geloof dat Hij in u, dat Hij in jou aanwezig is. En luister zo, vanuit die overtuiging, naar zijn woord en naar zijn stem. En dank Hem, zoals Psalm 65 dat zo mooi zegt, in stilte is de lofzang tot u, o God. Amen.